Goedemorgen. Goedemorgen mensen ook thuis. Het is fijn om in jullie midden te zijn. Ik heb er naar uitgezien voor de eerste keer bij jullie te mogen spreken. Ik ben al een beetje voorgesteld. Ik ben ook blij dat Jeanette mee is. Dat we samen ook eventjes zo in de gemeente kunnen zijn, kunnen proeven. Ik zie zelfs mijn kenner erachterin nog zitten. John, dag, leuk. Zo zie je maar. Jeanette en ik zijn 28 jaar getrouwd. We hebben eigenlijk 4 kinderen. Een schoonzoon er ook bij. Dan zien we het er ook een beetje als ons kind. Dus we hebben 4 kinderen. Johan en Carmen. Ze zijn getrouwd. En we hebben nog 2 kinderen thuis. Twan en Nadie. En we leven in de Bijbelschool. We leven in een leefgemeenschap. We leven met de studenten samen. Dus daar genieten we van. Ik vind het fijn om ons leven, wat we door de jaren heen hebben geleefd samen met de Heer, om dat weer te mogen delen met jonge mensen. Dus, daarnaast mag ik nog een aantal keren per jaar ook voorgaan. En het is toch wel bijzonder, hè, dat God kwetsbare mensen gebruikt om dat onfeilbare woord van de Heer uit te leggen. Dat blijft toch iets wonderlijks. Maar in alle afhankelijkheid en nederigheid wil ik dat proberen te doen. En vanochtend willen we stilstaan bij 1 Thessalonicenzen 4. Als je je Bijbel bij je hebt, zou het fijn zijn om op te slaan. Ik ga een beetje door de teksten heen. Ik heb geen PowerPoint gemaakt. Ik heb wel gezien dat jullie daar dat het wel regelmatig gebeurt. Maar ik wil het zo proberen te doen deze morgen. Dus het is wel fijn dat je je Bijbel opent en met mij meegaat door de tekst heen. Ik wil nog even zeggen dat ik het aanbiddingsteam heel hartelijk bedankt. Jullie hebben ons echt meegenomen in een stukje aanbidding. Daar heb ik, dat klinkt misschien wat raar, maar toch van genoten. Ik snap wel dat het is van de Heren, maar het is wel fijn hoe jullie ons daarin hebben meegenomen. Dank jullie wel daarvoor. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. De opstanding bij Christus wederkomst. Maar, zegt Paulus daar tegen de mensen in Thessalonica, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. De gemeente in Thessalonica is nog een jonge gemeente. Een gemeente die door Paulus is gesticht. Paulus is daar een korte tijd geweest en er is een gemeente ontstaan. En een van de kenmerken van deze gemeente is dat het een gemeente is die hoopvol uitkijkt naar de komst van de Heer Jezus. En dat zie je eigenlijk vanaf hoofdstuk 1, zie je dat al ontstaan. Kijk maar met mij mee in hoofdstuk 1, vers 9 en 10. Dan zie je eigenlijk dat de gemeente in Thessalonica een gemeente is die uitziet naar de komst van de Heer Jezus. In 1 Thessalonicense 1, vers 9 en 10 staat: want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. De vraag nu is, waar koppelt hij de wederkomst, de komst van de Heer Jezus nu aan?
in deze verse? Nou, aan bekering. Deze mensen zijn tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. En wat is het gevolg als je tot bekering komt? Er is hoop. Er is verwachting. De Heer Jezus Christus komt terug. Nou, dat is de eerste keer dat er over gesproken wordt, maar dan wordt het in verband gebracht, de verwachting, de wederkomst, met bekering. De tweede keer dat het in dit Bijbelboek voorkomt, is in 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20. Ook dan spreekt Paulus over wederkomst. 2, vers 19. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Hier koppelt Paulus de wederkomst van de Heer Jezus niet aan bekering, maar aan het winnen van zielen. Jullie zijn onze erekroon. Er is een gemeente ontstaan. En die gemeente mogen we opdragen aan de Heer bij zijn wederkomst. En heeft wederkomst te maken met het winnen van zielen. Dat is de tweede keer dat Paulus spreekt over wederkomst. Er is nog een derde keer dat hij spreekt over wederkomst. En dat is in hoofdstuk 3, vers 11 tot en met 13. 11 tot en met 13. En dan koppelt dit weer aan iets anders. Maar onze God, vers 11 van hoofdstuk 3. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. Zoals ook wij dat zijn tot u. Omdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Waar koppelt het dit hier aan, de wederkomst? Dit was een vraag. Waar koppelt dit nu aan? Jullie moeten, wat moeten ze blijven doen? Ja, en heilig blijven leven. En heilig blijven leven. Dus koppelt die aan het, aan levenswandel. Blijf heilig leven. Blijf godvruchtig leven. Blijf tot eer van God leven. Want de Heer Jezus komt terug. Je ziet dus aan de eerste keer doet hij het koppelen aan bekering. De tweede keer koppelt hij de wederkomst aan het winnen van zielen. Er is een gemeente. En de derde keer, broeders, zusters, blijf heilig leven. En dan zijn we aangekomen bij het gedeelte hoofdstuk 4. En dan gaat hij voor de vierde keer spreken over wederkomst. Maar nu heeft hij een vierde facet, een vierde bemoediging naar de gemeente toe. Want nu is het op basis van verdriet. Het is troostvol. De wederkomst in het gedeelte wat wij hebben besproken of gelezen, wat we gaan bespreken, is het is een troost. Zo eindigt hij ook, hè? Zo dan troost elkaar met deze woorden. En voor dat woordje troost kun je ook zeggen bemoedig elkaar met deze woorden. Of roep elkaar erbij. Je zou ook nog kunnen zeggen, maar dat is een wat lastig woordje, vermaan elkaar met deze woorden. Dat zit allemaal in dat woordje troost. In het Grieks kun je dat vertalen met troost, bemoedig, roepen bij, vermaan. Dus vanochtend wil ik tegen de broeders en zusters hier zeggen, wees bemoedigd, wees getroost. De Heer Jezus Christus komt terug. Nou, dat is een troostvolle boodschap. Maar ook, als het ware toch ook, kan het een vermanende boodschap zijn. In de zin van, ben je er nog mee bezig? Dat de Heer Jezus Christus eens zal terugkomen. Nou, we gaan nu naar het gedeelte toe wat ik gelezen heb. Een troostvolle boodschap. En ik ga met jullie
vijf O's bespreken. Vijf O's. Die je kan terugvinden in de tekst. Nou, één O niet. Die heb ik een beetje verzonnen. Maar vier kun je letterlijk terugvinden in de tekst. Ik ga ze opnoemen. De eerste O, die kun je niet helemaal terugvinden, maar daar begin ik zo meteen mee, is vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Een woord van de Heere. En daar heb ik het woordje aan gekoppeld. Openbaring. Een woord van de Heere. Openbaring. Dat is de eerste O. De tweede O kun je vinden in 13 en 14 en 15. Ontslapen. Tweede O, ontslapen. De derde O kun je vinden in vers 16. Opstaan. Opstaan. De vierde O en de vijfde O, beide kun je vinden in vers 17. De eerste daarvan, dus nummertje 4, is opgenomen worden. En de laatste, de vijfde, is ontmoeting. Vijf O's, makkelijk te onthouden. Nou, we gaan met de eerste O beginnen. Openbaring. Een woord van de Heere, vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Door de eeuwen heen zijn zoveel mensen bezig geweest over leven na dit leven. Wat houdt het nu eigenlijk in, dat leven na dit leven? Filosofen die hebben er over nagedacht, hebben er allerlei dingen bij bedacht. Wat is nu leven na dit leven? Wetenschappers zijn ermee bezig geweest. Er zijn mensen bij de wetenschappers gekomen. Wij hebben een bijna doodervaring. En wetenschappers zijn erop gedoken van, wat betekent dat nu, die bijna doodervaring? En zijn wetenschappelijk aan de gang gegaan met, wat kunnen wij nu weten ten aanzien van leven na dit leven? Spiritisten of mensen die zich met occulte zaken bezighouden zijn heel nieuwsgierig over leven na dit leven. En komen in gesprek dan met dode mensen. Om op die manier meer te weten te komen over de toekomst. Maar wat zegt Paulus hier? Nou, Paulus zegt in vers 15, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Aha! Openbaring. God heeft het ons geopenbaard. God heeft het ons laten zien. Aan het woord hebben we voldoende als we spreken over het leven na dit leven. Nu zou je kunnen zeggen over de Bijbel dat je hebt niet één hoofdstuk wat nu precies gaat over het leven na dit leven. Er zijn wel een aantal hoofdstukken die wat meer daarover gaan, of het gedeelte wat wij nu hebben gelezen. Maar je kunt niet één hoofdstuk zeggen, zo werkt de Bijbel ook niet, van pak maar bladzijde 1250, daar staat alles in over leven na dit leven, over dood en leven. Zo werkt de Bijbel niet. En dat is ook niet zo met als het gaat om het leven na dit leven, daar zul je de hele Bijbel als het ware bij moeten gebruiken. En je kunt wel zeggen, misschien is het een beetje een lastig woord, maar je kunt wel zeggen, de Bijbel is daarin progressief. Je krijgt door de Bijbel heen, als je de Bijbel meer en meer gaat bestuderen, met name naar het einde toe komt, Nieuwe Testament, de brieven van Paulus, Openbaring, dan wordt steeds meer duidelijk. Als het ware wordt het kleed steeds verder weggetrokken. Waar we in het Oude Testament nog alleen maar zoiets hebben, ga ik iets te kort door de bocht misschien, maar er is leven na dit leven, zien we in de evangelie, er is een lichamelijke opstanding. Dat is toch iets nieuws. En dan gaan we naar de brieven toe en dan zien we opeens, niet de Heer Jezus zal alleen maar lichamelijk opstaan uit de dood, of is alleen maar lichamelijk opgestaan uit de dood, maar dat zal ook voor de gemeente gelden. En je ziet dus, als het gaat om het leven na dit leven, dat dat progressief is. Dat je steeds meer gaat zien. En Paulus heeft in die zin wel een belangrijk
aandeel daarin. En hij zegt in 1 Korinthe 15, een belangrijk hoofdstuk wat wel een beetje parallel loopt met het gedeelte wat wij hebben gelezen. 1 Korinthe 15, daar zegt hij, zie, ik vertel u een, wat zegt hij dan, wie weet dat? Een mysterie, een geheimenis. Er staat in het Grieks een mysterion. Een geheimenis. Iets wat nog niet zichtbaar was, maar wat door de Heilige Geest aan Paulus zichtbaar is gemaakt. En dat vertelt hij de gemeente. Nou, dat is eigenlijk ook het gedeelte hier. Het is een mysterie wat Paulus de gemeente ons nu aanbiedt. Kortom, bij dat eerste punt, openbaring, want dit zeggen wij met een woord van de Heere, heb je aan de Bijbel voldoende. Voldoende. Wil je meer weten over leven na dit leven? Lees het woord. Nou, en ik ga proberen om daar iets over te vertellen. Dan gaan we naar de tweede O toe. Wat was de tweede O? Voor de schrijvers onder ons. Ontslapen. Oké, ontslapen. Die in Jezus ontslapen zijn. 13, 14 en vers 15 spreken daarover. In vers 14 zegt Paulus over de Heer Jezus. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Dat is de basis van het ontslapen zijn. De Heer Jezus die is opgestaan uit de dood. De huiskamervraag voor vandaag. In de evangelie staat er ook een keertje, dan gebruikt de Heer Jezus het woordje slapen voor de dood. Bij welke geschiedenis was dat? Lazarus. Bij Lazarus. Bij Lazarus zien we ook dat de Heer Jezus dan zegt, hè, dat is de geschiedenis dat Martha en Maria, hun broer, is overleden. Ze sturen iemand naar hem toe. Heer Jezus, Lazarus is overleden. En de Heer Jezus komt en dan zegt de Heer Jezus over de situatie van Lazarus. Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Hij slaapt. Nou is de vraag hier, wat slaapt er nu eigenlijk? Wat slaapt er nu? Slaapt nu de ziel? Of slaapt het lichaam? Is er een zielenslaap? Of is er alleen, wordt hier gesproken over een lichamelijke slaap? Het is toch wel bijzonder als je bedenkt dat als iemand sterft en je legt iemand neer, dat je dan zegt, hij slaapt voor een bepaalde periode. Ik denk niet dat de Heer Jezus en ook dat Paulus hier, als hij spreekt over ontslapen, dat hij hier spreekt over een zielenslaap. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Zou je nu in de Bijbel teksten kunnen aanhalen die zielenslaap ook, ja, als het ware, die dat niet over spreken? Sterker nog, dat tegengesproken wordt. Want dat is dan wel belangrijk. Ik kan wel zeggen dat de Heer Jezus over slapen zegt, bedoelt dat het lichaam slaapt. Ik kan wel zeggen dat Paulus daarmee bedoelt, het lichaam slaapt. Maar dan zullen we wel moeten weten dat de ziel van de mens niet slaapt. Zijn er nu teksten in de Bijbel te vinden die dat bevestigen? Nou, je voelt wel aan hoe ik het introduceer. Ja, die zijn er te vinden. Je zou kunnen denken aan de arme Lazarus en de rijke man. Kennen jullie die geschiedenis een beetje? He? Nou, mensen knikken. Dus uiteindelijk komt de arme Lazarus, waar komt hij terecht? In de armen van Abraham. Waarmee de Heer Jezus wil zeggen, hij is veilig. Het is goed met hem.
Je zou nu kunnen zeggen, als iemand sterft, zijn ziel is in de armen van de Heer Jezus. Veilig in Jezus' armen. Nou, dat is prachtig als je dat weet. Als je nou bij een graf staat, dat je kan zeggen, hij is veilig of zij is veilig in de armen van de Heer Jezus. En het lichaam slaapt voor een bepaalde tijd. Dat is een troostvolle gedachte dat uiteindelijk dat lichaam ook weer levend zal gaan worden. Daar ga ik zo meteen nog wel iets over zeggen. Is er nog een tekst? En de rijke man, dat moet ik nog wel afmaken dan. De rijke man, als die komt te sterven, weet zijn ziel direct, het is niet goed. Ik sta aan de verkeerde kant in het dodenrijk. Waar pijn is, waar die merkt van, het is niet goed. Al toen hij zijn ogen opensloeg, was daar pijn. Ik ga nog een tekst aanhalen. Om duidelijk te maken dat zielenslaap in de Bijbel niet de lijn is. Paulus zegt, en voor de meeschrijvers schrijf maar op, 2 Korinthe 5 vers 6. 2 Korinthe 5 vers 6. Daar zegt Paulus, maar wij hebben goede moed. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam te zijn. Om uit het lichaam te wonen en bij de Heere in te wonen. Dus mijn ziel gaat naar de Heer Jezus toe. Ik ben uit mijn lichaam en mijn lichaam slaapt voor een bepaalde periode. Ontslapen. Het lichaam slaapt. Ik vind het zo bijzonder. Ik ben 10 jaar voorganger geweest. Ik heb heel regelmatig bij het graf gestaan. Heel regelmatig. Ik vond het altijd zo bemoedigend als ik daar een broeder of zuster ging begraven. En dat we uiteindelijk konden zeggen, maar de dood heeft niet het laatste woord. We hebben ook gezongen, hè? Dood, waar is uw prikkel? En dat je dus mag weten dat dit graf uiteindelijk weer zal open gaan. Ik vind dat zo bemoedigend. Dat de persoon nu al bij de Heer Jezus, veilig in Jezus' armen, maar dat dit graf uiteindelijk open zal gaan. Ik vind dat vond ik zo'n hoopvolle, troostvolle gedachte. Daar kon ik de mensen mee bemoedigen. Ook als er verdriet was. Het derde woord. Opstaan. Opstaan. Vers 15 en 16, maar het staat in vers 16. Ik zal hem nog een keer voorlezen. Want de Heer zelf zal met de geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Deze jonge gemeente, die waren verdrietig. Wat was er aan de hand? We hadden gezien, hoofdstuk 1, 2, 3, de Heer Jezus komt terug. De Heer Jezus komt terug. Je zou haast zeggen, de gemeente in Thessalonica was een Maranatha-gemeente. Maranatha betekent, kom Heer Jezus, of Jezus kom. Dat waren ze. Ze keken uit naar de komst van de Heer Jezus. Maar wat gebeurde er? De eerste mensen gingen dood. En de Heer Jezus was nog niet teruggekomen. En ze raakten toch een beetje in paniek. Ze waren verdrietig en ze raakten in paniek. Hoe gaat dat nu verder? Nou, zegt Paulus dan hier. Hij zegt, wees maar niet verdrietig. De doden zullen als eerste opstaan. Door de eeuwen heen zie je dat mensen heel veel problemen hebben gehad met de lichamelijke opstanding uit de dood. Ook in de Bijbel zien we dat al. In de Bijbel zien we in het Nieuwe Testament een aantal keren dat mensen moeite hadden met de lichamelijke opstanding. Ik ga 2 voorbeelden noemen uit de Bijbel. De eerste keer, een keer dat je dat ziet, is bij Paulus. Paulus komt in Athene en gaat dan langs die tempels en dan komt hij in gesprek met mensen.
En dan gaat hij daar het evangelie verkondigen. En ik ga het jullie voorlezen, Handelingen 17, vers 30 tot en met 32. Waarin je gaat zien dat mensen moeite hebben met lichamelijke opstanding uit de dood. Paulus zegt daar tegen de mensen die naar hem luisteren, tegen zijn toehoorders. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden, van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Welke man is dat trouwens? Wie gaat uiteindelijk oordelen? De Heer Jezus. Staat man met een hoofdletter ook. Dus de Heer Jezus gaat uiteindelijk oordelen. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden op te staan, te doen staan. Toen ze nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen hierover nog wel eens horen. Opmerkelijk hè, dat in een evangelisatiemoment er direct gesproken wordt door Paulus, er is opstanding uit de doden. Maar dat de mensen direct zeggen, nou, we spreken je nog wel een keer, we spreken je nog wel een keer. Er is nog wel een keer dat we zien in de Bijbel dat mensen toch zoiets hebben, nou, die opstanding uit de doden, daar geloven we niet in. Er waren namelijk bij het Joodse volk waren schriftgeleerden. En de schriftgeleerden waren in twee groepen verdeeld. De Farizeeën en de Sadduceeën. En de Sadduceeën geloofden niet in de opstanding van doden. Dus je ziet dus in het Nieuwe Testament ook, tot op de dag van vandaag zou je haast zeggen, dat heel veel mensen niet geloven in de opstanding van doden. Mensen, lichamelijke opstanding van dode mensen. Terwijl wij tegen elkaar vanochtend zeggen, troost elkaar met die woorden. Bemoedig elkaar met die woorden. Jezus Christus, het is bijna Pasen, werd vanochtend gezegd, is opgestaan uit de dood, lichamelijk opgestaan uit de dood. En wij, gemeente, zullen eens met hem lichamelijk opstaan. Wat een bemoedigende gedachte. Dat we een nieuw lichaam zullen krijgen. Een lichaam gelijk aan dat van de Heer Jezus. Nou, zou je iets over dat opstandingslichaam, kun je daar iets over zeggen? Nou, daar kun je een klein beetje iets over zeggen als we kijken naar het opstandingslichaam van de Heer Jezus. Wat is het kenmerk van het opstandingslichaam van de Heer Jezus? Het is niet meer aan plaats en tijd gebonden. De Heer Jezus was er tussen zijn discipelen en hij was weg. Het is niet meer aan tijd en plaats gebonden. En hij at en dronk met zijn discipelen. Dus we kunnen nog eten en drinken. Nou, dat is voor een Limburger volgens mij best belangrijk. Hè? Weet je, dat Bourgondische. Nou, dat blijft erin. Dus heerlijk. Dus we kunnen er wel iets over zeggen. We zullen gelijk zijn aan de Heer Jezus. Niet dat we God zullen worden, we blijven mens, maar wel met een nieuw lichaam gelijk aan dat van de Heer Jezus Christus. Nou, dan hebben we drie dingen gezien. We hebben gezien het woord wat geopenbaard wordt, daar hebben we voldoende aan. Ze zijn ontslapen mensen, ze slapen, het lichaam slaapt. Ze zijn opgestaan, er is hoop, Jezus Christus is opgestaan. Wij zullen in een nieuw lichaam opstaan en dan zijn we aangekomen bij de laatste twee in vers 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden. Opgenomen, vierde O, opgenomen. Je zou voor dat woordje opgenomen ook kunnen zeggen weggevoerd worden. Je zou ook kunnen zeggen snel wegnemen. Wegrukken. Het is plotseling. Even later in dit gedeelte, ik heb het niet gelezen, staat als een dief in de nacht.
Nou, wij hebben één keer een inbraak bij ons thuis gehad. Dan loop je naar boven toe, het was op een flat, en de deur open. Die was tot dicht. Nou, en je drukt hem open. Nou, je ziet het gelijk al, alles overhoop. Ja, dat had je niet verwacht, maar als een dief in de nacht plotseling. Maar daar sta je dan, plotseling, het is gebeurd. Nou, zo kun je ook over dat opgenomen spreken. Het is plotseling. Opeens is het er. Ik ga 3 kenmerken noemen van dat opgenomen worden, heel kort. Opgenomen worden. Het eerste wat je zou kunnen zeggen is, het is snel wegnemen, snel wegnemen. Er is in het Nieuwe Testament ook iemand die snel wordt weggenomen. Een mens. Hij was er en toen was hij weg. Zullen we nog een huiskamervraag doen? Zijn jullie er nog een beetje voor een huiskamervraag? Ja? Wie? Dat is het Oude Testament. Nieuwe Testament. Filippus. Filippus, gaat door voor de volgende ronde. Heel goed, heel goed. Dus Filippus. Filippus, geschiedenis zo van, Filippus moest naar een eenzame plaats. Er zat een man, zat Jesaja 53 te lezen uit Ethiopië. Begrijp je wat je leest? Nee, ik begrijp het niet. Mag ik hierbij in de kar komen? Ja, kom maar bij me in de kar. Goed, ik zal het je uitleggen. Fijn dat je het me uitlegt. Snap je nu de Heer Jezus? Ja, ik snap nu de Heer Jezus. Mag ik dan gedoopt worden? Ja, je mag gedoopt worden. Nou, dat is een beetje de geschiedenis van Filippus. En hij wordt gedoopt. En die man uit Ethiopië die kijkt om zich heen en denkt, waar is Filippus nou gebleven? Plotseling weggenomen. Hij was er en is weggenomen, snel weggenomen. Nou, dat is wat er gaat gebeuren. Dat is een kenmerk van de opname. Het tweede kenmerk, ik zou er 3 noemen. Tweede kenmerk. Om voor zichzelf op te eisen. Tweede kenmerk. Wie gaat bij de opname, wie gaat iets opeisen? De Heer Jezus. Wat gaat hij opeisen? Zijn gemeente. Zijn gemeente. Bruidegom gaat zijn bruid opeisen. Ze is van mij. Nou, wat een geweldig moment zal dat zijn. Als in die opname bruid en bruidegom elkaar zullen ontmoeten. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat als je getrouwd bent en nog even een beetje terugdrinkt aan voor ons 28 jaar geleden. Die deur die gaat open, je staat daar in je nette kloffie en zij staat daar met haar nette kloffie. Daar is ze. En vandaag mag ik haar gaan opeisen. De bruid is nu van mij. Nou, dat is een geweldig moment. Nou, dat gaat ook gebeuren met de Heer Jezus. Die is aan het wachten als bruidegom en uiteindelijk zal hij zijn bruid komen halen. Er staat in Efeze 5 vers 27, om er ook een tekst bij te noemen, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. De Heer Jezus gaat zijn gemeente, broeders en zusters, voor zich plaatsen. Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Nou, dat heeft te maken met de opname. Als derde kenmerk van de opname, om naar een andere plaats te verhuizen. Je gaat naar een andere plaats verhuizen, hoewel Limburg de mooiste, ik zal het maar gewoon zeggen, de mooiste provincie van Nederland is, toch? Geweldig. Het is voor mij echt een genot om hier altijd naartoe te rijden. Ik ben echt verliefd op Limburg. Ik fiets ook, dus dat is dan ook de combinatie natuurlijk. Heerlijk in die heuvels. Maar dus het is een mooie. Maar er komt er, ja, hoe je het bent of keert, broeder, zuster, er komt een keer een verhuizing aan. Niks aan te doen, die gaat een keer plaatsvinden. Maar wel naar een nog mooiere plek. De Heer Jezus zegt, en als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Daar zullen we zijn, bij de Heer Jezus. Bij de Heer Jezus. Voor altijd bij hem.
Nou, dat is de opname. En als laatste, een ontmoeting. Een ontmoeting in de lucht. Een ontmoeting in de lucht. Voor dat woordje ontmoeten, dat betekent eigenlijk, je gaat een belangrijk persoon binnenhalen. Of je gaat een belangrijk persoon ontmoeten. Je gaat een belangrijk persoon, daar loop je naartoe. Dat is eigenlijk wat er wordt bedoeld. Een ontmoeting met een koninklijk persoon, een ontmoeting met een belangrijk persoon. Je zou daarbij twee geschiedenissen of één geschiedenis en een gelijkenis daarbij kunnen bedenken. De geschiedenis is Hosanna, de zoon van David. We noemen dat dan Palmzondag. De Heer Jezus die wordt binnengehaald, een belangrijk persoon. De koning der koningen, de koning van de Joden wordt binnengehaald. En de tweede is de gelijkenis van de tien maagden. De bruidegom, zie, gaat hem tegemoet. Ontmoet hem. Er staat eigenlijk letterlijk, de bruidegom, zie, gaat uit tot een ontmoeting met hem. Ga uit. Ga hem tegemoet. Wat zou dat nou voor een ontmoeting zijn? Ik heb er even over na zitten denken. Wat zou dat voor een ontmoeting zijn? Nou, ik denk dat het allereerst een glorieuze ontmoeting zal zijn. Een glorieuze ontmoeting. Ondenkbaar. Het is iets, de Heer Jezus ontmoeten. Degene die voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Die gezegd heeft voor jou, het is volbracht. En na 3 dagen is opgestaan uit de dood. Zit aan de rechterhand van de Vader, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die Heer Jezus gaan wij ontmoeten. Dat wordt een glorieuze ontmoeting. Ik ben ook een beetje voorzichtig. In de zin van, wij zullen daar huppelend hem tegemoet gaan. Ik ben een beetje voorzichtig. Het is glorieus. Maar als ik toch bedenk hoe Johannes op Patmos die ontmoeting had met de Heer Jezus. Als de Almachtige, als de Heere, de Koning der Koningen. Het enige wat hij kon doen was neervallen. Aanbidding. Ik geloof dat wat we daar gaan doen is glorieus. Maar het allereerste wat we daar zullen doen is hem aanbidden. Want er is op dit moment 1 mens in de hemel. Heb je dat wel eens gerealiseerd? 1 mens in de hemel met een verheerlijk lichaam. Heb je dat gerealiseerd? En God is hij direct. En die zullen wij ontmoeten. Dat is indrukwekkend. Nou, heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die was, die is en die komt. Ik denk dat toch een beetje dat de taal is die uiteindelijk gesproken zal worden in aanbidding. Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. Dat is de taal, denk ik. Zo zullen we hem gaan aanbidden, glorieus. En het tweede, wat het zal zijn, het is eeuwigdurend. De ontmoeting is eeuwigdurend, voor altijd bij de Heer zijn. In een vernieuwd lichaam. Eeuwigdurend, voor altijd bij de Heer Jezus. Geen tranen meer, geen pijn meer, geen moeite meer. Dat is allemaal van het oude, maar het nieuwe is aangebroken. Is dat troostvol? Is dat bemoedigend? Ja, hè? Ja, prachtig dat we dat vooruitzicht met elkaar hebben. Daarom, broeders, zusters, zo dan, troost elkaar. Broeders, zusters, troost elkaar. Juist in deze tijd.
troost elkaar met deze woorden. Broeders en zussen thuis, troost elkaar, bemoedig elkaar met deze woorden. En roep elkaar op. Broeder, zuster, hou vol, want Jezus Christus komt terug. Maranatha. Amen. Ik zal even afsluiten met gebed en de muzikanten zullen dan het weer overnemen. Ja, zullen we samen de Heere danken voor zijn woord. Heer onze God, Vader in de hemel, wat is het heerlijk om uw woord te hebben. Vader, we willen opnieuw belijden dat uw woord waarheid is. En dat in uw woord u zichzelf en uw zoon laat zien. Heer, we zijn onder de indruk van uw woord. En dank u wel dat u de Heilige Geest hebt gegeven als onderwijzer. Heer, ik wil u zo bidden dat door dit gedeelte we echt versterkt zijn in ons geloofsleven. Juist in de tijd waar het soms wel eens moeilijk is. En waar we soms wel eens tegen de situatie van corona aanlopen. En misschien ook wel tegen onszelf aanlopen. Vader, dan bid ik u dat we echt bemoedigd zullen zijn en vertroost zullen zijn met deze woorden. Vader, we willen u zo danken voor uw Zoon, de Heer Jezus. Er gaat niets buiten uw Zoon om. We hebben net tegen elkaar gezegd, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij komt terug. Daarom, heren, bidden we voor elkaar dat ons leven een lofoffer voor de Heer Jezus Christus zal zijn. Dat ons denken, ons spreken, ons handelen alleen gericht zal zijn op hem. God and God alone. Het gaat om de Heer Jezus alleen. Heren, dat deze gemeente ook een gemeente mag zijn waar het ook gaat om de Heer Jezus alleen. Degene die gekruisigd is, degene die is opgestaan, maar ook degene die aan de rechterhand van de Vader zit en echt wacht op dat teken van de Vader, wanneer hij zijn bruid mag gaan halen. Heer, we zien er naar uit. Maar tot die tijd, Vader, bid ik u, geef ons volharding in het geloof, dat we blijven wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus alleen. Amen.